Goedendag, Kijk naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we felle witte bewolking ten westen van Nederland en boven Zeeland... en veel minder bewolking boven de rest van het land. Ten westen van ons ligt een storing en die treedt langzaam onze kant op. Dat betekent dat vanuit het westen de bewolking toeneemt en er ook buige regen nadert... maar in het noordoosten en oosten schijnt eerst nog de zon volop. Temperaturen lopen vanochtend op tot rond 20 graden... en vanmiddag wordt het dan zo'n 23 à 24 graden. Lokaal misschien 25, maar in het buige zuidwesten... Daar is de temperatuur een paar graden lager. Vanavond trekken de buien langzaam richting het noorden en noordoosten en wordt het juist langs de westkust droger. De wind komt uit zuidelijke richtingen en kan aan zee heel af en toe windkracht 5 halen. Morgen hebben we ander weer. Morgen schijnt geregeld de zon. Er zijn er ook stapelwolken en in de loop van de dag kunnen er buien ontstaan, misschien ook met onweer. Het wordt 20 tot 25 graden en de wind draait geleidelijk naar het westen. Vrijdag is het lange tijd droog met flinke zonnige perioden. Pas later op de dag neemt de kans op een bui toe. Zaterdag zijn er ook uh, buienkansen, en ook zondag kan het wisselvallig verlopen. De temperaturen zijn in dit weekend nog onzeker, maar de zaterdag lijkt de warmste dag te worden. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl